De brandweer rukte vanmorgen vroeg rond 2 uur uit voor een korte, felle brand op het gedempte Zuiderdiep. In een woning boven een restaurant was brand ontstaan in een afzuigkap en die was doorgeslagen in de afvoerbuis naar de nok van het dak. Omdat er een fout adres was opgegeven, duurde het langer dan normaal voordat de brandweer er was. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement.